Ik ben hier op het Binnenhof voor mijn eerste werkdag en ik heb er echt ongelooflijk veel zin in. Want kijk eens wat een geweldige werkomgeving. Fantastisch. Nou, een beetje geluk heb ik wel nodig, dus ik heb hier een geluksmuntje om in de fontein te gooien. Die zit erin. Een vraagje, we staan hier al heel lang te wachten, maar we hebben nog geen minister gezien. Hoe laat zijn ze er? Geen uitspraak over. Ik heb net gehoord dat we voor de deur moeten gaan wachten. Ja, er brandt al licht in het torentje en de auto van de premier, die staat er ook al. En zou dan eindelijk de eerste minister aankomen? Minister Bos. Ja, vandaag een, nou, is toch wel een moeilijke dag, denk ik. Want? Nou ja, crisis natuurlijk. Ja, maar dat is er een tijdje, dus dat is niet bijzonder voor vandaag. Ik heb een originele CQC zonnebril meegenomen. Ja, heel fijn. Vindt u mooi? Nou, ik heb niet meer zoveel met zonnebrillen recent, dus... En dan raakt u niet kwijt, hè, de bril? Kijk wel uit. Goedemorgen, minister Elfoet. CQC, Veronica. Het is een crisis. Ja, dat is al een tijdje aan de raad. Heb je goed gemerkt. Dan heb ik het vooral eigenlijk over de huwelijkscrisis. Want toch een hele hoop scheidingen hebben we gehad de afgelopen tijd. Vanessa die weg is bij haar partner. Ik vind het heel goed dat ik naar binnen ga voor een zeshoek. Want ik ga over de economische crisis spreken. Waarom zo'n haast? Bent u te laat? Ja, bijna. U bent te laat? Ik ben te laat. Op een van de eerste ministerraden. Heeft u misschien een advies voor mij? Het is mijn eerste werkdag. De vraag die ik straks moet stellen als u weer naar buiten komt. Geen vragen, want er wordt toch geen antwoord gegeven. Er wordt toch geen antwoord gegeven. Wij mogen dus niet naar binnen van de RVD. Dus ik wacht eventjes tussen de dagjes, mensen. Heeft u nou nog een vraag voor een van de ministers die ik straks kan stellen? Nee, dat kan ik niet eens zeggen. Er wordt toch geen antwoord gegeven. Ik hoop dat er vandaag wat collega-journalisten zijn om me een beetje op weg te helpen. Daar zie ik meneer Heijman staan. Wat zou ik nou moeten doen? Ik bedoel, op zich zie ik er volgens mij toch wel netjes gekleed uit. Ik help wel even. Minister Verhagen. Ja, oké. Dankjewel. Goedemiddag, CQC Veronica. Jongen, met een mooi roze polootje. Dit is mijn coach. Okay. Ik ben nieuw op het Binnenhof, vandaag mijn eerste werkdag. Ongelooflijk. Dus ik probeer er een beetje in te komen. Ja. Kunt u misschien wel iets zeggen over wat er net besproken is? Een klein scoopje voor mij, zodat ik straks terug ga naar de redactie. Nee, de Westerschelde, die moet uitgediept worden. Ja. Kunnen we daar binnenkort beleid op verwachten? Dat is de goede vraag toch, Jos? Dat is een goede vraag. Deze hebben we voorbereid. Oh, dat is het. Er is een nieuwe Belgische minister van Buitenlandse Zaken, Yves Leterme. En die komt ook volgende week naar mij toe. Dan hebben wij gezamenlijk gesprekken. En dan zal ik hem officieel, zal ik hem dan zijn, misschien wat mosselen laten eten. Dat is wel lekker. Ik heb gewoon mijn eerste primeur gehaald. Ja, dat is echt geweldig. Je hebt hem weten te ontlokken dat hij mosselen op het menu gaat zetten. Nou, wil je nog meer? Ik heb benieuwd dat er deze auto zit daar steeds harder door. CQC Veronica. Meneer, heb je voor het laatst mosselen gegeten? Nou, ik denk, moet even denken, maar dat heb ik tijdens deze vakantie nog wel gedaan. Ik ben op de fiets, is dat vanwege de crisis of niet? Nee, dat is vanwege de gezondheid. Je bent natuurlijk toch een beetje de minister van het rookverbod, de architect van het rookverbod. Maar heb ik iets voor u meegenomen, want ik hoorde namelijk dat u thuis ook een rookverbod heeft. Maar wel af en toe rookt in de tuin. Dat rookverbod valt wel mee, maar ook in de tuin doe ik wel, ja. En dat heb ik voor u? Een sigaar meegenomen, de originele CQC sigaar, die wil ik u graag aanbieden. Aan het begin van dit jaar. En rookt u hem op in de tuin. Ja, oké. Alsjeblieft. Hai. Hallo minister Plasterk. Is minister Bos streng voor jullie geweest? Want ik zag een aantal mensen toch wel heel erg vermoeid naar buiten komen. Heel streng. Een hele goede penningmeester die echt als een leeuw waakt over de staatskas. Op mijn pasje staat geloof ik ook een leeuw. U zit bij de ING, bij de staatsbank. Ja, precies. Dat is een beetje een onbeleefde vraag, maar toch zou ik uw hoed één keertje op mogen. Dat is hem, de originele CQC-bril. Nou, niks meer aan doen, toch? Mevrouw Ter Horst. U ziet er fantastisch uit, als ik dat zeggen mag. Nou, dank u wel. God, het gaat goed. Misschien moet je meer van dat soort dingen zeggen. Dan mag je misschien wel komen. Meer complimenten geven. Altijd goed. Dag, meneer Van der Laan. Ik ben wel benieuwd, want u bent toch als een van de laatste blijven hangen met de heer Donner en de heer Heers Ballin. Dat had niks met de vergadering zelf te maken. Dus geen potje poker nog gespeeld na afloop met de heer Ballin. Als dat zo was, zou ik het u niet zeggen. Is er nog een potje poker gespeeld na afloop? Zulke leuke ideeën moet u zelf aanreiken om erop te komen. U houdt een beetje een pokerface. Nou, ik denk dat me dat op dit moment zelfs bij u niet goed lukt. Wie is nou de beste bluffer uit het kabinet? Nou, daar komen er wel een stuk of 16 voor in aanmerking. En speelt u wel eens poker tegen de premier? Voor pokerspelen zijn er meer nodig. Ik wil het vandaag hebben over wat ons beleid is. En ik wil het hier maar bij laten. Oh, u rijdt in een tweedehands? Nee, het is geen tweedehands, maar we rijden wel af. Ja. Is dat vanwege de crisis? Dat is de crisis. Oh, Jos, ik wil de premier ook nog iets gaan vragen straks. Hoe krijg ik hem nou te pakken? Heel erg lang wachten en hopen dat hij daar misschien aankomt. Maar ja, dan heb je ook de kans dat hij daar in die auto stapt. En het hek zit op slot. En dan kun je hem nog niks vragen. Dus dan rijdt hij er zo uit. Meneer Balkender! Meneer Balkender! Het is te laat. Meneer Balkender! Niet gelukt. De premier is vertrokken. Helaas heb ik mijn vraag niet kunnen stellen.
En ik heb me nog zo goed voorbereid met Jos Heijmans op dit moment. En het is gewoon niet gelukt. Volgende week beter. Volgende week ben ik er weer.